Het is geen arbeidsbureau en het is zelfs geen sociaal fonds, noem ik het. Het is een tewerkstellings- en arbeidsmarktinstrument. Dat is het altijd geweest. Het is destijds opgericht om de mobiliteit te bewerkstelligen van de Italianen die her en der naartoe gingen, om die te helpen wanneer ze via hun mobiliteit werk gingen vinden in de andere lidstaten, zoals in België trouwens. Het komt vandaar en het is altijd een arbeidsmarkt- en werkgelegenheidsinstrument geweest. En zal het denk ik ook moeten blijven, want dat is haar uiteindelijke doelstelling.